Met de aanwezigheid van de eerste baan in het westen van het land, denken wij dat we veel reistijd voor ons talent besparen en dat ze daar nog meer trainingsuren kunnen maken. Toen de provincie dan ook met een subsidiebedrag weer voor topsport beschikbaar stelde, was dat voor ons een start zijn om verdere plannen te maken en te kijken of er meer partijen bereid konden vinden om ons te ondersteunen. Die hebben we inderdaad gevonden. Gemeente Medeblik, Rabobank en ook onze eigen gemeenschapsveiliging. En ook diverse ondernemers die ons gesteund hebben. Ja, de baan, zoals jullie zien, is van unieke kleuren voorzien. En waarom? Nou ja, iedereen in de skatingwereld die foto van onze baan zal zien, die zal zeggen, ja, dit is de Sjoerd Huijgenpiste. Daar is er maar één. Wat hier de derde baan is in Nederland, met de topkantenlaag. Waardoor je inderdaad die ook zo belangrijke internationale wedstrijden binnenhaalt. En dat is in Wernershoofd. En dat is toch knap. De provincie is heel blij dat wij konden helpen met dat stukje topsportbeleid wat wij nog hadden. Ja, wat ik hoop, dat is dat de naamgever van deze piste, Sjoerd, ook het voorbeeld is voor de jongelui die daar staan. En voor heel veel die ook nog hierna komen, die gaan trainen op deze baan. Dat die inderdaad wereldrecords gaan vestigen, zoals hij dat deed in Pamplona in 2008. Dus met dat is ook mooi dat de naamgever van de baan. Dat een inspiratiebron mag zijn voor al degenen die hopelijk heel veel uren gaan trainen, maar vooral gaan genieten en sporten op deze unieke baan in het westen van Nederland. Gefeliciteerd daarmee en nogmaals bedankt. Welkom. Ik ben wel blij dat ondanks de bewolking het vandaag toch eigenlijk een beetje een stralende dag is. Want we hebben er in onze gemeente weer een topsportlocatie bij. En daar ben ik erg trots op. En het resultaat wat er ligt, dat mag er wezen, die heeft het inderdaad kunnen zien. De baan ziet er niet alleen flitsend uit, maar door de coating kunnen hier nu ook internationale wedstrijden worden gereden. En dat zien wij als gemeente graag. De baan is er klaar voor, de sporters zijn er klaar voor, de medewerkers zijn er klaar voor. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier met deze baan. Een baan die past bij het niveau waar jullie op presteren. Gefeliciteerd. Ga even aftellen. 3, 2, 1, go! Nou, Willem, hartelijk dank. En dan gaat nu Jordi voorop met de jeugd achter hem aan. En die knallen de baan op. De bezoekers allemaal horen en hebben hier ook lagere scholen, hebben hier al duizenden kinderen die hier van de gemeente Medeblik en andere gemeenten wel een aantal trainingen hebben gekregen en op die manier willen wij de kinderen gewoon veilig leren spelen.
hebben nog een aardig feestje. Omdat het zonder ijsje was met allemaal prachtige topprestaties, hebben we Marjolein gevraagd om dat heel mooi te maken. En die mag jij even openmaken. Leg je bloemen met het weer, want hij is weg. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Yes. 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 Yes.